Mijn vrienden waren in de buurt, dus ik ben zo snel mogelijk naar hun toe gegaan. Maar ik durfde niet te vertellen wat er was gebeurd. Als ik hun vertelde over mijn date, dan zou ik uit de kast moeten komen. En daar was ik toen al helemaal niet klaar voor. Het was fijn geweest om hier met iemand over te kunnen praten, maar dat kon niet. Dus ik deed er alles aan om niets te laten merken. Ondertussen voelde ik me vies. Ik gaf mijzelf de schuld van wat er was gebeurd. En ik kreeg steeds meer vragen. Moet ik aangifte doen? Zou de man dit vaker doen? En was ik naïef om te geloven dat ik via deze weg wel een leuke jongen zou vinden? Ik ging in mijn eentje op zoek naar deze antwoorden. Maar één ding was wel zeker. Ik spreek niet meer zomaar af. In de afgelopen weken zagen jullie vooral wat er allemaal mis kan gaan op een dating-app. Maar als je het veilig aanpakt, kan het ook heel veel moois brengen. Vandaag zijn we in Zwolle en hier ging ik een paar maanden geleden voor het eerst op date met een jongen die ik heb ontmoet via een dating-app. Mijn comeback op de dating-apps bleek een succes te zijn, want ik heb hier mijn vriend Martijn leren kennen. Jullie hebben wat vragen ingestuurd over onze eerste date en hier zit hij dan, om ze te beantwoorden. Oké, we hebben de eerste vraag binnen. Op welke dating-app hebben jullie elkaar ontmoet? Oh, nee, we hebben elkaar op Tinder ontmoet. Op Tinder, ja. Tinder, de goede oude Tinder. Ja. Lisanne die vraagt, Jamal, hoe lang duurde het voordat je deze match had gevonden? En heb je veel dates met anderen gehad? Ik ben best wel lang single geweest. En ik heb ook wel Tinder best wel een tijdje gehad. Maar ik weet niet, er zat niet zo heel veel tussen. Ik denk dat ik 2 keer een date heb gehad via Tinder. En jij? Ik heb denk ik 1,5 jaar een beetje op en af Tinder gehad. Nou, de eerste keer dat ik Tinder weer activeerde, nou, toen had ik mijn match met jou. Nou. Martijn vraagt... Heb ik zelf een vraag ingestuurd? Met TH. Martijn vraagt, wanneer durfden jullie op date? Ja, we hebben eerst even gekletst. Ja. 2 maandjes zoiets. Vervolgens hebben we app uitgewisseld. Maar durfde jij toen gelijk al af te spreken ook? Ja, want ik was wel heel gewoon nieuwsgierig naar hoe je nou wel in het echt zou zijn. Nou, ja. Ik was wel echt super bang. In mijn collega heb ik helemaal in paniek zitten spammen van... Ik durf niet meer, ik wil een trein uit, help alsjeblieft. En ja, zij zei toen van blijf gewoon zitten, bla bla. Ik heb mezelf opgesloten op een station. Ik heb mijn auto de verkeerde kant van het station neergezet. Maar ik heb geen OV-kaart, ik raad met de auto. Dus aan de andere kant weer uitlopen dat ik je gewoon even buiten het station op kon wachten. Maar dan kwam ik erachter, als je eenmaal op het station bent, dat je niet van het station afkomt. Dus toen heb ik je geappt dat ik bij een bloemenstalletje van de Albert Heijn stond. Ja, oh, ik vond het echt super schattig. Stond je daar zo in je eentje bij die hekje zo. Hey. Ja. Oké, Tigo vraagt, hoe wist je dat het klikte tussen jullie? Doordat er geen moment stilte was of is. Heb je nooit 1 minuut gedacht van, oké, is het een psycho of... Nee, maar het was gewoon, het ging gewoon heel de tijd gewoon door. Hè. Dan, ja. Maar ook niet op een geforceerde manier. Het is gewoon een heel natuurlijke manier ging het, maar gewoon, ja. Ik had gewoon een leuk gesprek, zeg maar. En toen dacht ik van, oh, ik vind het wel echt een knappe jongen en het is gezellig. We kunnen altijd gewoon heel veel met elkaar lachen. Ja. Ook over serieuze dingen praten zonder dat het echt stilvalt of zo. Puk vraagt, hebben jullie gezoend op de eerste date? Nou? ik stel de vraag aan jou. Ja. En ik vond het ook echt wel eens heel romantisch eigenlijk hoe het ging. Want we gingen natuurlijk naar het station. Uiteindelijk was die date voorbij. En toen gaf je echt zo heel snel een kusje. En toen dacht ik, oh ja... Ik voelde toch een soort van als een gemiste kans of zo. Dus ik dacht, oké, ik ga nu gewoon zeggen, oh, stop. Mag ik nog een kus? Ja, en toen heb ik je eigenlijk gewoon gezoend. Ja, toch? Ja, voor de poortjes, hè, waar je me doorheen moest laten. Er komt wel een tweede date, dacht ik. Nee, maar dan gewoon ja, een bescheiden kusje en dan ja, als afscheid. Nou ja, het is wel heel cute, toch? Ja. Ik ben Bradley Bravard.
Ja, Grindr was echt soort van een beetje dat dingetje wat heel af en toe eens voorbij kwam. Dus het is misschien één keer in de zoveel tijd dat je dat dan weer downloadt en dan ernaar ging kijken. En dan, oeh, spannend. En dan deed je dat. Maar meestal zat ik altijd op Tinder. En dat is dan de enige plek waar ik dan wel mezelf safe voelt. In het begin was het nog wel een beetje moeilijk. Omdat ik toen uit de kast kwam en moet ik mezelf wel visueel laten zien op die app. Want mensen gaan dan zien dat jij erop zit. En dan krijg je vragen van, oh, zit jij op jongens, Tinder? Huh? Wat is dat? Dus daar was ik wel bang voor in het begin. Maar daarna, ja, toen accepteerde ik mezelf meer en toen liet ik mezelf ook gewoon zien. En was dat eigenlijk een beetje mijn online dating cv waar ik mensen leerde kennen. En dat vond ik eigenlijk ook een hele leuke app. Nog steeds vind ik Tinder heel leuk. Al heb ik het niet meer omdat ik een relatie heb. Wel via Tinder gevonden ook, een relatie via Tinder. Dat vond ik echt een hele leuke app ook. Ik vind mensen leren kennen via die app ook heel chill. Zolang je er zelf ook heel chill, als je er zelf heel chill mee omgaat. Van, en niet te veel pressure achter zet, maar gewoon mensen leren kennen, kijken hoe je het chillt. Ja, Tinder is in mijn opzicht wel echt voor de LGBT'ers wel meer een liefdesplek dan voor de straight mensen. Online daten is natuurlijk hartstikke spannend, geil en vooral heel erg leuk. Maar dan moet je het wel goed doen. En daarom heb ik jou in de afgelopen weken tips gegeven om veiliger aan je online dateavontuur te beginnen. Maar als kerst op de taart hebben wij nu de hashtag PlaySafe in het leven geroepen, zodat heel Nederland veiliger kan gaan experimenteren. Nu eerst nog even checken wie van onze politici ons hierin bijstaat. Ik ben de documentaire Sex in the Scene begonnen en daarmee pleiten we eigenlijk voor een veiligere dating scene voor LGBTQ+ jongeren. Vinden jullie dit belangrijk? Ja, en ik vind het allereerst al belangrijk dat er aandacht voor komt. Ja. Want het is heel erg goed dat jullie daarmee bezig zijn. En om aan gewoon alle jongeren te laten zien, je mag gewoon zijn wie je wil zijn. En ook jij verdient een veilige dating scene, veilig leven. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk dat je dat doet. Ja, zeker. Ja. En op welke manier draagt u hieraan bij om dit probleem op te lossen? Ik kom binnenkort met een nieuwe zedenwet waar we ook extra aandacht voor vragen. Dat we het ook makkelijker maken om vervolgens ook aangifte te doen en om voor jezelf op te komen. Dus dat wordt vervolgd, dus hopelijk kom je dan weer bij me terug. Ja. Kunnen we dan een keer er verder over hebben. Maar wij vinden ook dat aanbieders zelf een verantwoordelijkheid hebben om iemand er dus op aan te spreken. En uiteindelijk ook te kunnen bannen van een online dating. Platform. Ik denk dat alles wat je bespreekbaar maakt, maakt het ook makkelijk als je daar gewoon zelf mee worstelt. Om dat gewoon te denken van, hé, dat is niet alleen ik die ja. ermee worstelt, er zijn meer die daar mee worstelen. Oké, okay, top. Ja. Nou, dan heb ik hier een cadeautje voor u. Ben ik nou de eerste ja. van justitie ja. en veiligheid met roze? Dan heb ik hier de handboeitjes. En er zit... ook in de kamer dragen, is dat je advies? Ja, en er zit een sleuteltje bij voor de veiligheid. En er zit een stickertje bij, ja. of je die voor ons ergens wil opplakken. En een foto daarvan wil sturen. Zeker, dan doe ik het binnen. Ga je dat doen? Ja, en dan stuur je een foto naar me toe? Oké, deal. Deal. Hebben we. Dankjewel. Dankjewel. Ik hang hem prominent in mijn werkkamer op, zodat top. Ik er gewoon iedere keer weer aan herinnerd word. Oké, top. Ga ik ja. het in de gaten houden, ja? Ja, doe ik. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben Elfried en ik ben op mijn 20ste begonnen met online daten. Op een dag besloot ik met een vriend, samen gingen we downloaden en we waren zeg maar nieuw, want we woonden allebei in een dorp, tenminste ik woon in een dorp, hij niet. En ik ging wel met een vooroordeel daarin ofzo, maar ik ben van mezelf wel heel erg open-minded, dus toen ik dickpics kreeg ofzo dacht ik oké, maar ik wist ook wel dat het zou komen, dus ik was niet echt heel chockerend ofzo. Denk je dat je liefde zou kunnen vinden op Grindr? Zou kunnen. Ik heb wel eens wel verhalen gehoord van mensen die waarbij het wel gelukt is om liefde daar te vinden. Iedereen mag zelf weten wat ze doen. Kijk, sommigen vinden het chill of zo. Het is niet per se altijd negatief, want ik heb echt wel leuke mensen leren kennen of leuke gesprekken gehad. Dat de taal niet over op de seksuele vlakte ging en zo. Ik heb wel met leuke jongens gedate. Voor de mensen die ik vandaag niet heb kunnen spreken, laat ik natuurlijk wel nog even een berichtje achter. Daarom heb ik deze stickers meegenomen en daar ga ik heel Den Haag mee volplakken. Mag ik hem maar nu geven? Dankjewel! Held in! We love you!
and I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. That's the way it is. Oké, ik heb politici gesproken, stickers opgeplakt. Hier in Den Haag kunnen ze niet meer om de actie heen. Nu rust er eigenlijk nog maar één ding om te doen. En dat is dat jullie meedoen met de hashtag PlaySafe. Zodat we online daten samen veiliger kunnen maken. Oké, it's a jungle out there. Maar laat je niet afschrikken. Online daten is spannend, leuk en belangrijk. Dating apps zijn nodig zodat mensen zoals wij elkaar kunnen vinden. Wees je bewust van de risico's, pas mijn tips toe en blijf genieten. Heb je hulp nodig of ben je slachtoffer geworden van een misdrijf? In de beschrijving vind je verschillende soorten hulpverlening voor queerpersonen. Ondertussen ben ik nu al een paar maanden gelukkig met een jongen die ik online heb leren kennen. Dus ik ben voorlopig offline.